De volgende uitreiking van grondpapieren door de regering vindt eind van deze maand plaats in het district Para. Dit zei minister Dinota Forswijk van Grondbeleid en Bosbeheer woensdag aan reporters voordat ze in de ministerraadsvergadering stapte. De bewindsvrouw merkte op dat de mensen die online hebben geregistreerd nu in aanmerking komen. Collectieve uitreikingen. Nu hebben we gepland voor eind van deze maand voor Para. En eigenlijk bij Para al kunnen we om 1500 halen. Omdat de overheid een grote hectare gaat verkavelen in bouwkavels. Dan gaan we dan geven aan de mensen die zich online hebben geregistreerd. Dus de mensen die het echt hard nodig hebben. Dus daar gaan we sowieso die misschien een 1500 al halen. En daarna volgt Marowijnen. Marowijnen zijn ook bezig met een project van ook bijna 800 of 1000 kavel, dan zie je dat we werkelijk die 3000 wel kunnen halen voor 1 december. Forswijk zegt verder dat het wachten op een bereidsverklaring een tijdje kan duren, omdat een aantal zaken hieraan vooraf gaat. Ze stelt dat de aangegeven wachttijd niet altijd gehaald wordt, omdat het ministerie soms moet wachten op stukken die via het departement zijn opgestuurd naar andere belanghebbende instanties. Werkelijk lijkt het takis, maar ik wacht zelf meer dan wat jij te doen aanvraag. Omdat eigenlijk het probleem door de noemt dat in een kies agro. Voor kies agro, want we moeten vinden plaats voor zoals we kiezen bereidsverklaring. En daarop is het stuit op Chinso. Een grondinspectierapport, de DC-adviezen, kan de LVV-adviezen. Soms je wacht zo lang voor de inzien voor een stuk mee via kies agro. Maar toch weet probeer voor doe je best dat. Deze man wacht niet om zich langer voor de kakis abereisverklaring voeding. Volgens de bewindsvrouw werkt het ministerie eraan dat de aanvragen sneller worden afgehandeld. Forswijk zegt verder dat het ministerie nog steeds te kampen heeft met een tekort aan middelen. Vooral op de afdeling grondinspectie is er een tekort aan voertuigen.